Belgium. Kuznetsov. Gavrilov, prachtig. Kuznetsov. Ja, ja. Rodionov. Voorsmaakje van wat ze kunnen. We zijn 20 minuten ver. Pracht infiltratie. En dan nog ideaal afgewerkt. Gavrilov, een goed moment terug. Kuznetsov. 2 tegen 1. Stukje verder, buitenkant voet. Beetje geluk bij, binnenkant paal. 0-1. Het doel gehaald door Basulev, maar met de hand. Voor de zoveelste keer pracht van een voorzet van Verkouteren. Kopstoot brullen. En dan, daar ziet je het, ja. Je kan het nauwelijks ontkennen. Ja, dat zijn dan strafschoppen die tellen. Maar weer helemaal nog niet in de wedstrijd geweest, verschijnt daarna 29 minuten en dat is dan goed voor een doelpunt. 1-1. Hier krijgen we het nogmaals. Dat ze heeft iets te laat, de arm omhoog en dan Basulev, die zag blijkbaar geen ander heil dan even volleybal te spelen. En dus 1-1. Een Deense buiteling zouden we dat willen noemen. Het ziet er altijd uit dat ze gaan sterven. Tjeniatinski. De grote, niemand in het centrum. Verkouteren binnendoor, prachtig. Iets te overhaast van Frankie. Terug dan alle 25 minuten. Dat is na 20 minuten. Knappe actie weer. Van beide aanvang, de eerste keer al. Kreeg dan de bal terug. En dan, dat kan hij dan prachtig, die ergens plaats waar men kan op inlopen. Daar is Brullen. En zelfs een Dassayev had daar geen verhaal tegen. Ik kan het nog eens bekijken. Enorm. Om er 3-1 van te maken. Ideaal voor een linksvoetige. En Anderlecht heeft er nogal wat. Verkouteren. Dat het Chico zou kunnen. Verkouteren in de laag stoken. Het is 3-1. De gouden schoen aan de gouden voet. En verdient 3-1. Dat mogen we zeggen. Na 33 minuten. Dassayev kon er nog enkel tegen duwen. Dan zien we hem gaan. Ziet dat te laat. 3-1 en als Anderlecht dat zo kan houden. En terug. Olsen ook. Tjernjenko. Hij wil nog altijd blijven bewijzen dat hij zeer veel kan. Komt de ploeg niet zoveel ten goede. Oh, oh, goed ingeworpen. Daar is het al.
dekkingsfout door. Daar niemand bij Sotsch nog. Wel, dit soort wedstrijd is het. Prettige wedstrijden. Waar men altijd mag verwachten dat er iets kan gebeuren. Zowel aan het ene als aan het andere eind. Voor Anderlecht. Peruzovic mee voorin. Ofkes gaat eruit met een verdiend applaus. Lang weg geweest en lang stand gehouden. Grün komt erin. Dat betekent dat Paul van Imst toch gekozen heeft in de eerste plaats om het hier 3-2 te houden. Anders had hier Wiet Jonsson ingebracht.